Jullie zijn een Nederlandse exporthit. Hoe voelt dat? Bijzonder. Terwijl we eigenlijk doen wat we al jaren doen. En we belanden opeens in een lijstje op de vijfde plek tussen allerlei DJ's. En zijn wij ook wel aardig de vreemde eend erin. Dus dat maakt het wel extra leuk voor ons. En dat zijn zeker niet de minste namen in dat lijstje. Alleen wereldsterren als Chris Tussie, Afrojack, Martin Garrix en Tiësto hebben meer buitenlandse optredens. De aantallen optredens bepalen de positie op die lijst. En ik denk als je kijkt naar de inkomsten van Tiësto bijvoorbeeld per optreden en je kijkt naar de opbrengsten voor Intellectual per optreden, dan denk ik dat je erbij de Nijmeegse band een paar nulletjes af mag halen. Het ging om de 200 miljoen euro exportwaarde of zo. Daar dragen wij maar een zeer klein deel aan bij en daar doen we het niet voor. En ondanks de 88 buitenlandse optredens van vorig jaar hebben de mannen er alle drie gewoon een baan naast. Waar halen jullie de tijd vandaan? Vrije tijd. Vakantiedagen. Vakantiedagen, inderdaad. Ja, 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 opoffering, passie. Al je vrije tijd erin steken. En part-time werken helpt ook. Part-time werken, zeker. Ja. En dan draag je dus zomaar bij aan Nederlands exportsucces. Maar dat succes zou volgens Buma Stemra nog iets groter kunnen worden. Als je de lijn een beetje doortrekt, als ik voorzichtig zou zijn, zou ik zeggen vermoed ik. Maar ik ga er gewoon vanuit dat 2024, dus dit jaar, uiteindelijk het beste jaar tot nu toe wordt. Zit die plek 1 er nog een keer in? Moeten we, ja, dan hadden we dit jaar meer dan 120 moeten doen. Ja, ja. Ja. Ik wil er wel voor gaan. Het is ook geen wedstrijd. Dan, na een paar deprimerende coronajaren gaat het gelukkig weer goed met de Nederlandse muziekexport. Ja, het zal je niet verbazen dat er weer veel DJ's in de lijst staan. We zijn nog altijd goed in dance. Maar als we kijken naar de top 5 meeste buitenlandse optredens, dan zien we ook een opmerkelijke nieuwkomer, de punkband Intellectual. Ja, ze timmeren flink aan de weg met maar liefst 88 buitenlandse optredens afgelopen jaar. En dan sta je ineens naast één van Nederlands grootste muzikale exportproducten. Het is niet Tiësto, het is niet Martin Garrix, maar het is Willem Heijmans. Ja. Wie kent hem niet? Nou, toch een hoop mensen, ben ik bang. Maar wie weet gaat dit daar wat verandering in brengen. Willem is zanger en gitarist van de punkband Intellectual en is wereldberoemd, maar niet in Nederland. Hoe kan het dat jullie in het buitenland zo groot zijn, maar dat we jullie in Nederland niet kennen? Ik denk dat het vooral komt omdat we in een wat smalle niche actief zijn. Dus we maken wat hardere muziek. En dat is niet heel erg media-geniek. Er wordt niet zoveel op de radio gedraaid. Punk is een rauwe vorm van rockmuziek die opkwam in de tweede helft van de jaren 70. Het is een stroming die zich verzette tegen de gevestigde orde. Een van de bekendste Nederlandse punkbands is de Heideroosjes. Door de jaren heen is punk een beetje mee veranderd, maar nog altijd kritisch op de maatschappij. Anti-autoritair, maatschappijkritisch, anticapitalistisch, hoe je het allemaal wil noemen. Dus dat is zeker een belangrijk onderdeel waarom wij punk maken. Er is in ieder geval een Nederlandse band die iets maakt wat gewoon heel erg gewoon goed landt. En het zijn ook gewoon hele sterke liedjes die mannen maken uit Nijmegen. From city to city, from town to town. Deze punkband gaat zeker from city to city, maar dan voornamelijk over de grens. Dat geeft ons de kans om naar Noord-Amerika te gaan of naar Japan of waar ze ons dan ook willen hebben. Snap ik wel, het klinkt goed. Ja. Ja, en toch, echte financiële klappers, die maken ze niet. En dus dragen ze ook niet enorm bij aan de exportwaarde van de Nederlandse muziek. Toch is die exportwaarde door andere artiesten gestegen van 171 miljoen euro in 2022 naar 198 miljoen vorig jaar. En volgend jaar gaan we waarschijnlijk het record van 216 miljoen uit 2018 voor corona verbeteren. Klinkt goed, maar wat hebben we daar als land nou aan? Let's go! Dat muziek een groot exportproduct is volgens Buma Stemra allereerst iets om trots op te zijn. Ik bedoel, er wordt hier muziek gemaakt in Nederland waar blijkbaar de hele wereld echt op zit te wachten en waar iedereen in heel de wereld ook heel erg blij van wordt. Al het geld wat er verdiend wordt gaat allereerst naar de artiest zelf, maar soms zit daar een hele industrie achter. Met name de wat grotere namen, dat is niet één DJ. Daar zit vaak een heel bedrijf achter dat ervoor zorgt dat die DJ inderdaad over heel de wereld optredens heeft. Dus er is gewoon ook letterlijk werkgelegenheid mee gemoeid. Maar je kunt nog zoveel optredens in het buitenland hebben of zelfs in de top 5 staan. Maakt dat ook dat jullie
een van de grootst verdienende Nederlandse artiesten zijn? Nee, ik denk dat we in die lijst wat meer naar de onderkant staan. Optredens van DJ's zijn veel massaler, commerciëler en kaartjes zijn veel duurder. En het is dus ook zo dat jullie voor een optreden net iets minder verdienen dan Tiësto of Martin Garrix. Ja, net daaronder. Ik denk, een slechte dag voor hun is een goede dag voor ons. Ja. Niet zo gek dat de leden van Intellectual gewoon een vaste baan ernaast hebben, maar... Of je het nou hebt over Tiësto of over Intellectual, ze hebben allemaal evenveel lol aan het feit dat gewoon in heel de wereld mensen zitten te wachten op hun muziek. En voor wie de wereldberoemde leden van Intellectual financieel wil ondersteunen, deze week treden ze in Nederland op. Komende vrijdag in Eindhoven. Dus in de Café de Jack. Dus als je langs wil komen, kom vooral kijken. Er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Nog wel. Nog wel. Het gaat goed met de Nederlandse muziek. De exportwaarde steeg het afgelopen jaar met 15%. En dat komt vooral door de populariteit van onze dancemuziek. In totaal levert de export van muziek in Nederland naar schatting zo'n 198 miljoen euro op. Het komt naar voren in het jaarlijks onderzoek dat in opdracht van Buma Cultuur wordt gedaan. Frank Helming van Buma Cultuur, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is Nederlands muziek eigenlijk zo populair in het buitenland? Of misschien moet ik zeggen, nog steeds zo populair? Ja, nog steeds zo populair. Kijk, het bizarre is, als je terugkijkt naar die cijfers, zie je dat 33% in 2004 eigenlijk werd bepaald door die elektronische dancemuziek, zoals het zo mooi heet. En je ziet vooral dat de afgelopen jaren, omdat we daar ook een soort van voorsprong hadden op de rest, dat eigenlijk overal ter wereld die Nederlandse DJ's worden uitgenodigd om te spelen op allerlei festivals. En wat is hun aandeel dan nu? Volgens mij zit dat nu tegen de 70%. Zo. En dat is best veel geld. Ja, dus die 70% van die 198 miljoen euro. Ja. Zijn er nog andere genres die, die scoren? Eigenlijk wat ik net zei, je ziet dat overal waar Nederland heel snel erbij was, dus Carol Emerald was bijvoorbeeld een nieuw soort genre ergens 10 jaar geleden. Je hebt het over de female-fronted metal, waar we als Nederland heel erg snel bij waren. With Temptation. Epica staat nog steeds hoog in die lijst. Dat zijn allemaal muziekgenres die hier in Nederland eigenlijk beginnen. En als je daar als eerste erbij bent, dan ben je ook meteen de grootste wereldwijd. En ja, heb je de grootste aanwas bij fans en zie je dus dat je heel veel gevraagd wordt. Zijn er ook verrassende artiesten? Nou, wat ik eigenlijk het meest grappige vind is dat er gewoon een punkband in de top 5 staat. Wat natuurlijk vooral te maken heeft met het feit dat daar met Intellectual uit Nijmegen, hebben we het nu over, daar zie je dat daar gewoon nog het ouderwetse spelen echt in het hart zit. Nou ja, en dan, voor je het weet, heb je bijna 100 keer opgetreden door heel Europa. Dat is ook gewoon hard werken, dus wat ze doen. Dat is echt hard werken, ja. Een van de mensen van Intellectual hebben we zo meteen even aan de lijn. Maar laten we eerst even luisteren naar hoe ze klinken. Nou, weten we even een beetje waar we het over hebben. Willem Heijmans, goedemorgen. Goedemorgen. Zanger en gitarist van Intellectual. Jullie staan dus in die top 5 van Nederlandse artiesten met de meeste optredens in het buitenland. Betekent dat jullie een ontzettend vol tourschema hebben? Ja, over het algemeen wel, inderdaad. We spelen tientallen tot soms meer dan 100 optredens per jaar in het buitenland. Het ene jaar meer dan het andere jaar. Maar we zijn er inderdaad erg druk mee. En spelen klopt eigenlijk wel, ja. We zijn niet net begonnen, maar nu dus in die top 5. Ja, klopt. Nee, we zijn al wel eerder in die lijst voorgekomen. Zo sinds 2008 komen we jaarlijks terug bij als Buma die jaarlijst naar buiten brengt. Maar de top 5 hadden we nog niet gehaald, inderdaad. Dus dat was een mooie verrassing. Ja, want dat zegt wel wat, toch? Het geeft in ieder geval aan dat we heel veel spelen inderdaad in het buitenland. Ik weet niet in hoeverre we bijdragen aan de... Ik weet niet hoeveel miljoen het was die ieder jaar worden opgehaald. 198 maar, miljoen. Ja, dat moet je de andere 4 van de top 5 maar vragen. En, dan kun je uitrekenen wat er bij ons bij komt.
Jullie spelen dus heel veel in het buitenland. Komen dan mensen ook echt speciaal voor jullie? Ja, over het algemeen wel. Als we eigen headline shows spelen, in ieder geval wel. Maar we spelen ook festivals waarop de mensen natuurlijk ja, op ons genre afkomen. Of de niche waarin we actief zijn. En dan is het ook leuk om als nieuwe mensen je leren kennen. Maar we spelen ook eigen headline shows. En dan komen ze voor ons als het goed is. Ja, wat horen jullie ook terug van ze waarom ze naar jullie komen? Ja, voor de muziek. En we zijn wel een maatschappelijk betrokken band. Dus vaak ook voor de boodschap en de dingen die we willen uitdragen. In het buitenland vinden ze het ook leuk om Nederlandse bands aan het werk te zien. En het feit dat bands de moeite nemen om bijvoorbeeld naar Duitsland of naar Japan of Noord-Amerika te komen. Dat wordt wel erg gewaardeerd. En daarom komen bands of mensen ook graag naar bands uit het buitenland kijken. Ja. Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik had tot vandaag nooit van jullie gehoord. Ligt dat aan mij of zijn jullie in Nederland gewoon nog niet zo groot? Ligt niet aan jou. We opereren in een heel smal genre, in een niche. Het nadeel ervan is inderdaad dat we, dat we eerder bij Radio 1 terechtkomen dan bij 3FM. Maar het voordeel is wel dat we voor ons publiek wel wereldwijd gevraagd worden om langs te komen. En dus heel veel op pad kunnen en naar allerlei plekken buiten Nederland kunnen reizen om daar onze muziek te laten horen. En zet dan jullie succes de Nederlandse punkrock scene weer beter op de kaart, ook in de rest van de wereld? Oftewel, kunnen andere bands meeliften? Ja, dat idee krijg ik wel. Want ik zie inderdaad ook bevriende bands uit Nederland vaker terugkomen op plekken waar wij dan eerder hebben gespeeld. Dus wat dat betreft werkt het wel ook voor andere bands. En hebben wij er ook profijt van dat er al bands voor ons uit ons genre naar het buitenland zijn geweest. En op hun schouders kunnen wij dan weer ook verder de wereld in trekken en optredens doen. Dus dat is een wisselwerking. En met de bands die het voor ons al deden en bands die na ons zullen komen. Dus dat is wel... Dat is wel heel gaaf. Frank Helmink van Buma Cultuur, zie je dat ook terug? Dat gebeurt eigenlijk bij ieder genre wel. Maar je hebt een aantal genres waar mensen wat sympathieker zijn voor hun collega's. En dat geldt zeker voor punkrock. Maar dat gold eigenlijk ook voor de dance. Daar zijn de grote jongens, de Martin Garrixen, de Armin van Buuren enzovoort. Die nemen heel vaak op tour wat jongere, onbekendere gasten mee. En dat helpt natuurlijk heel erg. We waren net een beetje aan het lachen over die 198 miljoen en wat dan intellectual het aandeel daarvan. Want er zit natuurlijk een verschil tussen wat je ermee verdient en hoe vaak je optreedt. Ja, en zeker binnen die dance en zeker ook omdat nu landen als Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten open zijn gegaan voor andersoortige muziek dan hun eigen lokale muziek. Zal het verschil tussen wat intellectual verdient voor een optreden en een Martin Garrix of een Armin van Buuren zal toch wel enige nullen bedragen, vrees ik. Ja, jammer hè, Willemijn Mans? Dat vrees ik ook. Ja, dat is heel jammer. Ja, maar goed. Maar kunnen jullie er wel van leven? Ik denk dat heel weinig popmuzikanten in bands in Nederland zijn die ervan kunnen leven. Dus jullie doen het naast ander werk? Ja. Zo. Dat zou moeten. En dan toch nog zo vaak optreden? Ja, nou goed, niet fulltime hoor. De helft van de band werkt parttime. Het is heel druk. En het is gewoon een passie voor de muziek en muziek kunnen maken. En dat aan andere mensen kunnen spelen. Dus daar draait het om bij ons in ieder geval. En jullie gaan er nog even mee door? Vrijdag Eindhoven, in februari naar Duitsland. En in maart naar Frankrijk, Spanje en Portugal. Dus Intellectual zit voorlopig nog niet stil. Hartelijk dank. Willem Heijman, zanger en gitarist van Intellectual. En Frank Helmink van Buma Cultuur. Ja, wij doen eigenlijk wat we altijd doen. Maar daar is nu een hoop aandacht voor. Dus dat is wel voor ons heel leuk. Het is het best bewaarde geheim van Nijmegen. Of zelfs van Nederland. De Nijmeegse punkband Intellectual. De band staat in de top 5 Nederlandse muziekacts die het meest in het buitenland optreden. Dat blijkt uit cijfers van belangenorganisatie Buma Cultuur. Intellectual staat op de lijst vlak onder grootheden als DJ Tiësto en Martin Garrix. They promised us the world. Intellectual toert al jaren de hele wereld over. Maar na het nieuws van Buma Cultuur weet de hele Nederlandse pers je ineens te vinden.
Ja, wij doen eigenlijk wat we altijd doen, maar daar is nu een hoop aandacht voor. Dus dat is wel voor ons heel leuk. En dan denkt iedereen nu in Nederland, jeetje, die Nijmeegse punkers, die bulken van het geld. Ja, dat is een draai die de Telegraaf eraan heeft gegeven, maar dat is niet helemaal waar. Want die lijst gaat puur en alleen om het aantal optredens in het buitenland en niet of je daar miljoenen mee hebt verdiend of tientallen euro's. Sterker nog, de bandleden hebben er allemaal een baantje naast. Ja, klopt. We kunnen er niet van leven, maar we leven er wel voor. De plotselinge aandacht in Nederland is leuk, maar de band verwacht niet nu ineens volledig door te breken met hun punkrock. De meeste optredens zullen toch in het buitenland blijven, vooral in Duitsland. En ook daar zijn het allemaal niche-markten en is het een niche-genre muziek die we spelen. Dus ja, echt groot. Ik bedoel, we spelen nergens in stadions of arena's. Je gaat het niet net als U2 een beetje aanpassen dat je samen met Martin Garrix iets gaat maken. Hij kan altijd bellen. Wie weet, we zullen het zien. Maar het staat niet op de lijst nu ineens. From city to city, they promised us the world would be a global village. We kregen ineens bericht dat we in de top 10 en de top 5 zelfs van de Buma exportlijst stonden. Als enige band. Dus ineens was daar een hele hoop media aandacht voor een bandje uit Nijmegen dat harde muziek maakt. En normaal ja, nooit dit soort dingen meemaakt. Maar deze week wel. Ja. Want je zegt normaal maak je het nooit mee, maar jullie doen best veel toch? Ja, we spelen heel veel. Maar vooral in het buitenland. En in Nederland is daar wat minder aandacht voor. Maar we zijn er super druk mee. En we spelen zoveel mogelijk. En inderdaad, het meeste is net over de grens. Of heel ver over de grens. Dat wordt nou opgepikt. En dat vinden mensen interessant. Ja. Dat is weer leuk voor ons. Ja, want jullie hebben ook al best veel muziek uitgebracht. Klopt, ja. Ja, zes full-length platen zitten we. Een aantal EP's. Dus flink wel nummertjes die naar buiten zijn gekomen. Ja. En vinden jullie het leuk, alle media aandacht? Nog wel. Ja, nee, zeker. Superleuk. Ik bedoel, alle passie stoppen we in muziek. En als er aandacht voor is, dan is dat te gek. Als het positieve aandacht is. Dus nee, zeker. Heel leuk. Ja. De Nijmeegse band Intellectual. Ja, ja. Is het zo'n rare naam voor hem? Is dat Nijmeegs, Mars? Om je band Intellectual te noemen. Zo spreek je het in Nijmegen. Intellectual. 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 Ben je ook intellectual? Zo praten ze daar. Ja, de Nijmeegse punkband Intellectual heeft afgelopen jaar zoveel geld bij elkaar verdiend dat ze inmiddels het vijfde Nederlandse muzikale exportproduct zijn. Ja. Buma Cultuur-directeur Frank Helming zegt hierover: veel mensen zullen nog nooit van Intellectual gehoord hebben. Het zijn gewoon gasten die zoveel mogelijk op willen treden. En ze kregen het voor elkaar in een jaar bijna 100 keer in het buitenland te spelen. Ja, echt waar, mevrouw Verbeet. Intellectual. Intellectual. En je geeft Intellectual, die jongens, die geven je geen stuiver. Nee. Maar ze hebben de zakken goed gevuld. En ze hebben zichzelf verstopt, eigenlijk verscholen. Ja, als shabby mensen, maar ze zijn helemaal gevuld met geld door de vele optredens. En dat is typisch Nijmeegs. Slim, sluw. En linkse praten. Slim links. Slim links. Ja, dat is slim iets nieuws. Dat is Nijmegen. En daar zou de Partij van de Arbeid er ook een paar van moeten hebben. Dat je wat slimmer bent dan de rest. Ja. Maar het klinkt ook een beetje jaloezie in je stem door. Nee, helemaal niet. Nou, ik ben wel jaloers op hun miljoenen. Want ze hebben het beduidend beter. Maar is dat zo slecht? Die competitiedrang die in me huist? Ik hou niet van een... Nou, competitie vind ik niet verkeerd. Ja, maar dat is het. En je moet een ander ook wel gunnen als hij het goed doet. Jij denkt dat ik het niet... Ik gun Jawel, iedereen. Ik zeg helemaal niks. Ik gun jou ook je tweede huis op de Veluwe. En je pracht en praal. En je tuin. Ja. En je moestuinen. Ja. En de diners die je hebt met je kinderen en kleinkinderen. Weet je dat van die moestuinen? Dat weet ik, maar dat gun ik je ook. En ik gun je een OV-jaarkaart, ik gun je alles. Maar het is niet zo dat ik mezelf misgun. Nee, dus ik gun het mezelf ook. En je hebt jaren in Nijmegen gewoon... Ja. Jij kent gewoon die Nijmeegse mores, Marcel. Je weet hoe ze daar zijn. Ik weet, ze zien allemaal arm uit. Maar ze zijn ontzettend rijk. In Nijmegen. In Nijmegen, ja. Oké, ik kom daar niet genoeg, merk ik. Nee, maar het is een kleine afstand van de Veluwe. Ik denk dat je er 3-4 uur over doet met de trein. Met de trein. En dan ben je er.
Ja. Het is echt een links bolwerk. Ik denk dat er heel van hartelijk welkom geheten wordt. Ja, dat zei ze toch altijd. Havana aan de... Havana aan de Maas. Restaurant De Plak. Kun je heel lekker kaasgehakt eten. Ja, daar is het. Ja. Kaasgehakt? Ja, restaurant De Plak. Dat is ook een links bolwerk in Nijmegen. En daar hebben ze kaasgehakt, vegetarisch. Super lekker. Echt beste kaasgehakt van heel Nederland. Maak ik graag reclame van. Altijd als ik in Nijmegen ben, ga ik daar kaasgehakt eten. Geef ik ook altijd flinke fooi. Want die fooien in Nijmegen gaan ook altijd... Hoe eet je dat? Met z'n vork. Oh. Ja, gewoon... Plak. Ja, het is echt zo'n bal. Het is een gehaktbal, maar dan vol kaas. En dan frietjes erbij. Mayonaise, altijd een goede portie groente. Lekker hoor. En dan smullen maar. Ja. Maar wij gaan eerst naar jou, Frank. Want het gaat goed met de Nederlandse muziekindustrie. Tussen de tulpen en de kaas door zou je bijna vergeten dat we nog een exportproduct hebben om behoorlijk trots op te zijn. Onze muzieksector. Om even in de stemming te komen op deze maandagochtend. Al jaren doen onze muzikale meesters het goed wereldwijd. En nog steeds, de Telegraaf meldt dat de exportwaarde van de Nederlandse muziek afgelopen jaar is gegroeid met 15%. En dat zijn dan de riedeltjes van Rieu tot de beats van Buren. Al jaren scoren zij hoog op die internationale lijstjes. En nu dus nog steeds zo, maar ook met een nieuwe opvallende naam op het lijstje. En dat is de Nijmeegse punkband Intellectual. How can you care so little about the world we live in? Misschien heeft u er wel nog nooit van gehoord, van dit bandje en die muziek. Maar ze toeren zoveel in het buitenland dat deze punkers inmiddels ons vijfde muzikale exportproduct zijn. Ja, ik zie jou opvragen kijken, Belmoet. Klinkt best lekker, toch? Ja, het klinkt best lekker. Ik vraag me op dit soort momenten altijd af of ik dan de enige ben die onder een steen heeft geleefd. Kenden jullie dit? Nee, ken ik niet. Nee, het is van gehoord. Nee? Oké, nou misschien dat... klinkt wel leuk. Ja, misschien dan toch een idee om dat even te gaan luisteren. Waar is Kensington gebleven? Want die hebben we niet zoveel meer van gehoord. Nee, die, okay, die zanger is gestopt. Ja, dat is jammer. Onder die steen zat verklaart wel, dat verklaart wel waarom er nooit meer nieuwe muziek uitkomt. Ja. En dan Chesto, Rieu, wat is de voorkeur? ergens in het midden. Ergens in het midden. Maar jouw show? Ja, dan krijg ik mijn familie over me heen, dus ik zeg maar Rieu dan, Limburger, ja. Anders heb je dat, ja. Ja, maar wel mooi om te zien dat die Nederlandse artiesten het zo goed doen, ook internationaal, toch? Zeker, ja, nee, het is een, wat je zegt, het is een exportproduct, er wordt geld aan verdiend. Ja, Rieu, sorry, maar dat is echt klasse apart. Ik bedoel, of je ervan houdt of niet, hè, maar wat hij heeft neergezet. Ja. En dat hij gewoon de hele wereld toert. Hij was geloof ik in de top 10 best performing artist. Ik weet dat het nog steeds zo is, maar in de wereld. In Australië, Amerika. Hij gaat met 50 trucks. Bouwt hij dan zo'n heel theater op. Ziet er wel, ja. Is wel dus los van de muziek, maar gewoon wat hij aan bedrijven heeft neergezet is wel indrukwekkend. Nou, en als je dit zo net zo ziet, dat stukje wat we even van het optreden zien, dan denk ik wel, daar heb ik wel zin in. Ja. Dan wil ik ook wel weer een keertje. En ik kan nog lang doorgaan, want de Rolling Stones zijn 80. Die zijn de best performing artist vorig jaar geweest. Oh, dus dan kan André Rieu ook nog wel met 80 kan je het nog prima doen. En hij hoeft niet te rocken op het podium. Het scheelt weer. We gaan naar... Iets beter nieuws over muziek. Het gaat goed met de Nederlandse popmuziek. Als je kijkt naar de exportwaarde, die is vorig jaar namelijk met 15% gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Buma Cultuur. Opbrengsten van optredens in het buitenland, muziekrechten en ook opnames. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je voor 2023 op 198 miljoen euro. Eigenlijk doet Nederland het heel erg goed. Alleen ik heb altijd één land binnen Europa waar ik met een heel schuin oog naar kijk en eigenlijk bijna jaloers. Maar ook wel met het idee dat we daar ooit nog wel een keer voorbij kunnen, dat is Zweden. Want in Nederland hebben we eigenlijk net zulke talentvolle producers, componisten enzovoort. En in Zweden wordt bijvoorbeeld een miljard verdiend in het buitenland, terwijl daar toch iets minder mensen wonen dan in Nederland. Het zijn met name de optredens van bekende DJ's zoals Chesto, Martin Garrix en Armin van Buren die het meeste geld in het laadje brengen. Maar er zitten ook artiesten tussen die je niet gelijk zou verwachten. De allergrootste verrassing is in de top 5 Intellectual uit Nijmegen, een punkband. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog de niet voor de hand liggende genres zoals die Arthur en Lucas, de pianisten die wereldwijd heel veel optreden. En je hebt natuurlijk nog de oldschool nummers die al 50 jaar oud zijn, zoals Vader Abraham met Kleine Café aan de Haven, die wereldwijd overal op de radio nog gedraaid wordt. En tot slot, het is het best bewaarde geheim van Nijmegen, of zelfs van Nederland. De Nijmeegse punkband Intellectual.
De band staat in de top 5 Nederlandse muziekacts die het meest in het buitenland optreden. Dat blijkt uit cijfers van belangenorganisatie Booma Cultuur. Intellectual staat op de lijst vlak onder grootheden als DJ's Chesto en Martin Garrix. They promised us the world. Intellectual toert al jaren de hele wereld over. Maar na het nieuws van Booma Cultuur weet de hele Nederlandse pers ze ineens te vinden. Ja, wij doen eigenlijk wat we altijd doen, maar daar is nu een hoop aandacht voor. Dus dat is wel voor ons heel leuk. En dan denkt iedereen nu in Nederland, jeetje, die Nijmeegse punkers, die bulken van het geld. Ja, dat is een draai die de Telegraaf eraan heeft gegeven. Maar dat is niet helemaal waar. Want die lijst gaat puur en alleen om het aantal optredens in het buitenland. En niet of je daar miljoenen mee hebt verdiend of tientallen euro's. Sterker nog, de bandleden hebben er allemaal een baantje naast. Ja, klopt. We kunnen er niet van leven, maar we leven er wel voor. De plotselinge aandacht in Nederland is leuk voor de band. Maar ze verwachten hier nu niet ineens volledig door te breken met hun punkrock. De meeste optredens zullen toch in het buitenland blijven en vooral in Duitsland. En ook daar zijn het allemaal niche-markten en is het een niche-genre muziek die we spelen. Dus ja, echt groot. Ik bedoel, we spelen nergens in stadions of arena's. Je gaat het niet net als U2 een beetje aanpassen dat je samen met Martin Garrix iets gaat maken. Hij kan altijd bellen. Wie weet, we zullen het zien. Maar het staat niet op de lijst nu ineens. From city to city. Als exportsucces in het buitenland, dan denk je misschien eerder aan producten als bloemen en kaas, maar Nederlandse artiesten die scoren ook volop over de grens. Artiesten uit ons eigen kikkerlandje hebben een goed jaar achter de rug. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. In totaal brengen onze artiesten zo'n 200 miljoen euro in het laadje. Nederlandse DJ's zoals Chesto en Martin Garrix zijn daarbij de grootste verdieners. Sinds vorig jaar scoort ook het genre punk erg hoog. En André Rieu is ook booming in het buitenland. Zal ik je horen? Ja, hartstikke leuk. En dan over Nederlandse artiesten die het goed doen in het buitenland, wordt er elk jaar natuurlijk een verzameling van gemaakt. Weinig verrassing in het lijstje dat vandaag uitkomt. Martin Garrix, Tiësto, Afrojack. Maar ook staat daarin de Nijmeegse band Intellectual. In het buitenland super populair. Wij dachten, nou, daar moeten we even induiken. Willem Heijmans is de zanger en de gitarist van Intellectual. Willem, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hi, nou, van harte gefeliciteerd. Ja, sta je ineens in het lijstje. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat is toch leuk? Of had je het zelf wel verwacht? Die vijfde plaats is wel nieuw. Ik moet wel zeggen dat we al een paar jaar in die lijst voorkomen. Booma brengt die ieder jaar uit en we staan er altijd wel in. Alleen, zo'n topnotering hadden we nog niet gehad. Ja, die lijst gaat natuurlijk enerzijds over geld. Hè, dan wordt het exportproduct in geld uitgedrukt. En anderzijds over aantal optredens. Deze vijfde plek is in de laatste categorie, denk ik, hè? Voor het aantal optredens. Of rijden jullie inmiddels ook hele dikke auto's? Om kwantiteit, zeg maar, van de optredens in ons geval. Maar het moet ergens beginnen. Even een korte introductie voor mensen die jullie niet kennen. But let's not mix it up. Verklaar jullie succes in het buitenland en dat mensen in Nederland jullie misschien nog moeten ontdekken? Ja, ik denk, we zijn actief in een beetje een niche. Hè. Wat hardere muziek, punkrock. Dat is een nadeel, want dan breek je niet door op de traditionele manier in Nederland. Maar het voordeel daarvan is wel dat mensen, liefhebbers van het genre overal ter wereld op zoek zijn naar nieuwe bands. En die bands ook naar hun land willen halen. En dat doen wij veel. Dus we spelen veel in Duitsland, maar ook zijn we naar Noord-Amerika geweest. En Japan en Rusland en allemaal plekken. En dat komt door een beetje een DIY, het doe-het-zelf-circuit, waarbij dus bands gewoon worden naar een land worden gehaald, worden ingevlogen en daar kunnen spelen. En waarschijnlijk hondstrouwe fans ook. Ja, dat ook inderdaad. Ja. Dat zeker, dat helpt absoluut. Nou, het mooie is, deze vijfde plek op dit lijstje zet je ook mooi weer even op de kaart. Binnenkort in Eindhoven, hè? Dat is gewoon in Nederland, maar is dat dan niet uitverkocht, omdat je dan in Nederland nog echt moet bouwen?
Ja, dat klopt. Een cafeetje in The Jack in Eindhoven. Vrijdag spelen we. En dat wordt leuk. Misschien nu nog leuker. Dit is je kans om het te gaan bijwonen. Dat je kan zeggen, nou, ik was erbij in The Jack in Eindhoven. Ik heb ze nog gezien toen ze nog daar stonden. Exact. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd, Willem. Dankjewel. En gaat lekker vieren met z'n allen, zou ik zeggen. Ja, gaan we zeker doen. Goed zo. Alternative Rock Radio, waarin we mooi nieuws hebben voor Nederlandse muziek als exportproduct. Afgelopen jaar groeide de omzet van Nederlandse artiesten in het buitenland met 15%. Dan gaat het vooral om danceartiesten. Denk aan Chesto, Martin Garrix, Afrojack, André Rieu. Je weet, je kent ze wel. Dat zijn de mensen die goed geboerd hebben. Maar er is ook een punkband, dat is echt heel grappig. Antilectual, die staan in de lijst meest succesvolle Nederlandse artiesten in het buitenland. Heeft dan vooral te maken met het aantal optredens dat ze geven. Ze spelen ongelooflijk veel in het buitenland. Het is een punktrio uit Nijmegen. Afgelopen jaar nog een nieuw album uitgebracht. Ik ga erover praten met Willem. Hij is de founding member en hij is sinds 2000 al bezig met de band. Willem, gefeliciteerd dat als eerste. En ja, hoe kregen jullie dit geweldige nieuws te horen? Wij zaten vrijdag in de bus terug van een optreden in Duitsland. En we kregen ineens een mailtje met een vraag van het NPO1 radiojournaal. Of we in de uitzending wilden komen maandagochtend. En met inderdaad de informatie dat het over de Buma exportlijst zou gaan. Dus we wisten al wel een beetje dat er iets aan zat te komen. En later kregen we inderdaad te horen dat we in de top 5 zaten. Dus dat was wel even een aangename verrassing. Maar ik moet wel zeggen, we staan nou volgens mij sinds 2008 ongeveer wel jaarlijks of om het jaar in die Buma exportlijst. Dus dat was niet een extreem grote verrassing, maar wel dat we de enige band in de top 10 waren en dat we dit keer zo hoog stonden. Dus mooi nieuws. En waar is dat aan te wijten, denk je? Hoe komt dat zo in één keer? Ja, goede vraag. We spelen veel in het buitenland en al jarenlang. En ja, de sterren stonden goed. Of de andere acts hebben iets minder in het buitenland gespeeld. Of wij iets meer, dat weet ik niet. Kijk, het gaat puur en alleen om het aantal optredens. Hè. Dus maar ik bedoel, we zijn echt niet een groot onderdeel van die miljoenen die zijn binnengeharkt afgelopen jaar. Dus daar heeft het niet zoveel mee te maken. Maar ja, gewoon puur het aantal optredens wat we hebben gedaan. Ja. Er staan voor het komend jaar ook veel shows gepland in Spanje, in Frankrijk, Duitsland. Vorig jaar nog door Amerika getoerd. Wat is nou de meest gastvrije plek om te spelen? En welke plek ben je liever niet? Laten we eerst beginnen met de meest gastvrije plek. Duitsland, met stippel bovenaan. Gastvrij? Bovenaan. Ja, nee, ja, zeker. Want er is daar gewoon een hele goede infrastructuur voor DIY en underground bands om daar te kunnen spelen. Mm-hmm. Zalen hebben altijd ook bandappartementen waar je kan slapen na afloop. Je krijgt heel veel te eten en te drinken. En je wordt daar super goed behandeld. Okay. En landen als Engelstalige landen zijn vaak moeilijker. Engeland is lastig om te toeren en Amerika al helemaal. Okay. Vooral omdat daar er bestaat niet echt zoiets als een gesubsidieerd popcircuit. Er zijn alleen maar commerciële zalen of cafés die ook echt een flink deel van wat er binnenkomt op die show binnen willen halen. Dus dat is, het is lastig om daar te toeren. En je voelt je daar minder welkom als je daar speelt. Ja. Het publiek heeft er natuurlijk niks mee te maken, maar het is toch minder warm onthaal bij een zaal dan in Duitsland, eerlijk gezegd. Okay. Hey, heb je nog tips voor andere bands die ook in het buitenland proberen door te breken? We kennen de verhalen van bijvoorbeeld Pip Blom, die doen het hartstikke goed in de UK. Die hoef je geen tips meer te geven, maar echt beginnende bands die ook heel graag die grens over willen. Ja, doe een uitwisseling met een buitenlandse band. Stel dat je een optreden regelt of een weekendje voor een buitenlandse band in Nederland. En vraag die band om het een weekendje in Duitsland bijvoorbeeld voor jou te regelen, voor jouw band te regelen. Dat zijn de eerste stappen die je kunt zetten. En als je daar eenmaal aan het spelen bent, dan is het ook een stuk makkelijker om weer nieuwe optredens te organiseren. En dan wordt het een beetje een olievlek die zich verspreidt als het goed is. Maar ja, het is wel die eerste paar optredens, die zijn het allerlastigst. En als je die eenmaal hebt, dan kun je daarop voortborduren. Mooie dag vandaag. Ik neem aan veel pers ook over de vloer, hè? Het is een gekkenhuis, ja. Ja, zeker. Oh, wat goed, maar man. Maar niks, geen klachten. Nee, dat mag ik hopen. En geniet ervan in elk geval, Willem. Hij is de frontman van Antilectual. De band die dus goed is voor het Nederlandse muziek als exportproduct. Maar eerst heb ik iemand aan de lijn, als het goed is. Dat klopt, René. Ja, goeie avond. Ja, want het is natuurlijk traditioneel sowieso het eind van het jaar, maar ook begin van het jaar tijd voor allerlei lijstjes. En zo ook was er een lijstje over exportwaarde van de Nederlandse muziek. En ik las opeens in een krant: een onbekende Nijmeegse punkband blijkt internationale grootverdiener.
Nou was dat voor mij en voor Indie XL-luisteraars geen onbekend punkbandje. Want het betreft hier Intellectual. Ja, en jullie stonden opeens in een illustre lijstje met allerlei wereldberoemde DJ's en een pianoduo. Ja, nou, leuk om te horen dat we voor jullie in ieder geval geen onbekend Nijmeegse punkbandje waren, René. Nee, we stonden inderdaad daar in één keer in zo'n top 5 lijstje van de exportwaarde van de Nederlandse muziek. En op zich hebben we wel eens vaker in dit soort lijsten gestaan van Buma, want we spelen eigenlijk al sinds 2005, hebben onze eerste show gespeeld vanaf 2008, zijn wij volop aan het toeren. En spelen we ja, wel tientallen, soms wel 100 shows per jaar, dus dat we in deze lijst voorkomen, dat is alles vaker gebeurd. Maar ja. Ik denk dat wat deze lijst echt een keer heel erg bijzonder maakt, is dat we als enigste band en dan ook nog als enigste punkband tussen alleen maar DJ's stonden inderdaad, wat heel leuk was. Maar dat was wel een roerige week, denk ik, want ik bedoel, ik kon geen media of tv openslaan of jullie waren in beeld. Ja, dat was heel bijzonder. Ik zag op een gegeven moment Hart van Nederland. Nou kijk ik normaal daar helemaal nooit naar. Maar opeens zag ik jullie foto daar verschijnen. En denk, ho. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik kijk er ook niet zo vaak naar. Maar dus het is toch heel leuk om daar een keer een topic te zijn in een editie. Ja. En we zijn daarnaast ook nog bij Editie NL gekomen. We hebben interviews gehad met Radio 1, Radio 2, Kink FM. Het is echt een gaaf mediacircus geweest. Ja. Heel erg leuk. Weet je waar ik opeens aan moest denken toen dat gebeurde? Ik moest opeens denken aan Triggerfinger. Die hadden ooit een nummer met kopjes. Dat deden ze bij Giel Beelen. En daardoor werd Triggerfinger opeens heel bekend. En ik kende toevallig iemand die daar het geluid voor deed. En dan kwamen er een hoop mensen naar dat bandje, naar Triggerfinger kijken. Ja, en die kwamen natuurlijk voor dat nummer, want de rest vonden ze allemaal pokkenherrie. Maar ik dacht daar opeens aan, ik denk van... Ja, stel dat... Ja, nee, maar ik bedoel, weet je wel, dan denkt iedereen van... dat is een band die in de exportlijst staat. Nou, daar moeten we maar eens heen. Nou, het zal leuk zijn als we hierdoor nog meer publiek trekken, natuurlijk. We spelen toevallig morgen in Eindhoven in Café de Jack. En ik heb begrepen dat er nog kaarten zijn, dus iedereen is welkom. Hartstikke leuk. Ja, zeker weten. Maar ja, en staat zeg maar de media-aandacht, is die nou een beetje weggezonken of is die nog een klein beetje aangehouden? Nou, maandag was het echt op zijn top, was het echt een gekkenhuis. De afgelopen dagen zijn iets rustiger geweest, maar we hebben nog steeds wel een klein beetje media-aandacht. Maar ik denk dat langzaam weer wel een beetje zal gaan weg-ebben. Maar ja, het is echt een hele bijzondere, leuke week geweest. Mooi. Zeg maar, jullie hebben vorig jaar, tenminste wat jij zegt, sowieso altijd al veel gespeeld. Maar dat gaat dit jaar ook weer gebeuren? Ook in het buitenland? Zoals ik al zei, morgen spelen we in Eindhoven. Eindhoven. Volgende maand hebben we Eindhoven. Daar kom ik zelf ook vandaan, dus heel graag om daar te spelen. Ja. Volgende maand spelen we in Duitsland. En daarna gaan we een tour doen naar Frankrijk, Spanje, Portugal. Doen we Engeland aan. Gaan we weer terug naar Italië. Dus er staan een flink aantal shows weer in de planning, ja. En we kijken er heel erg naar uit om die weer te gaan spelen. Nou, snap ik. Zeg, ongelooflijk bedankt voor de snelle reactie aan de telefoon. Geen dank. Hartstikke leuk dat we aan de uitzending kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat sowieso. En ik zou zeggen, tot een ander keertje weer. Prima. Dankjewel, René. Dankjewel. Hoi. Ja, ik zag een verrassend rijtje namen, binnenkort weer Noorderslag. En er is nu een lijstje gemaakt met de best verdienende Nederlandse acts in het buitenland. Nou, daar heb je natuurlijk Chesto, Martin Garrix, Afrojack. Maar dan komt al snel de Nijmeegse punkband Anti-Intellectual. Intellectual. Nou, ik weet niet hoe je dit uitspreekt, maar het is een Nijmeegse punkband. Niemand heeft ooit van ze gehoord. Maar die treden zich dus helemaal suf op in het buitenland. Kende jij hen al? Nee, maar ik heb wel de foto's goed bekeken. En dat zijn drie echte Nijmeegse jongens. Ja, die heeft ze geen stuiver. Ze scharrelen rond in de straten, zoals alle mannen in Nijmegen eigenlijk een beetje ontheemd door de straten. En kleding maakt niet zo gek veel uit. Een tattoo
Joh, dat kunnen we doen, maar als het maar niet te opvallend is. Doe maar een rood kruis of zo. En een petje op. En je geeft het ze niet. Maar Nijmegenaren zijn in hart en wezen. Naar buiten toe hebben ze echt dat sociale van... Nee, van mij geen vlees bij de McDonald's. Bah, ja. McDonald's, rotvlees. Nee, ik ben een echte vega-jongen. Doe maar een potje kaas gehakt en een lekker biertje. Maar in hun hart. En dan komen ze thuis en dan gaan ze internetbankieren. Dan zijn ze echt dol op. Ze zijn zo commercieel als wat. Oh ja? Ja, Nijmegenaren zijn... naar buiten toe. Zij links en broos en weet het allemaal niet. Ja. Maar binnen, ze zitten ook allemaal in de bitcoin. Ze zijn ook allemaal, en ze zijn keiharde oppotters. Het geld houden ze het liefst en het gaat ze echt om het geld verdienen. Dus een linkse boodschap verkondigen, maar thuis mee gewoon keihard links. En ze zitten ongelooflijk goed op de handen. Intellectual heeft het allemaal bij elkaar zitten verdienen. Die hebben dat allemaal heel goed bij elkaar. Het was een handige jongens, hè? Even goed. Ja, maar Nijmegenaren zijn heel handig. Vind je dat, dat boerenfestival een paar dagen lang? Hoe heet het ook weer? Zwarte Cross. Zwarte Cross. Wordt ook georganiseerd door Nijmegenaren. Echt? Ja, en die weten daar allemaal een heel subtiel commercieel sausje over te gooien. Het ziet er sympathiek uit. Ja. Maar uiteindelijk gaat de winst naar Nijmegen. Daar treed jij toch ook altijd op de Zwarte Cross? Ja, hele warme banden mee. Ik kom natuurlijk uit dat gebied. Ik ben een echte Gelderlandergijs. Ja, ja. Maar dan betalen ze je dus ook heel slecht. Redelijk. Het voelt al snel een eer om het te mogen precies, staan. Ja, precies. En zo wordt het ook gebracht als ze je uitnodigen. Ja, goed. Dat is natuurlijk hartstikke leuk ook voor jou als je er staat. En dat doe ik dan. Ja, goeieig als je bent. Goeieig als je bent. En Nijmegenaar heeft ook dat goeieig. Ik heb ook in Nijmegen gewoond. Dus ik heb ook een beetje van dat goeieig overgenomen. Maar jij weet ook. Ja, achter de schermen van onze programma's ben ik ook de keiharde zaken, jongen. Ik zeg, nee. Van Roosman en Groenteman komen niet opdragen voor... Nee, dat doen we niet. Nee. Dat zit er in Nijmegen heel, heel diep in. Toch dat misnoegde jarenlang van de mensen van boven de rivieren met de zweep gekregen. Ja. En dan krijg je een stenen ruggeis. Ja. Dan ga je echt nee leren zeggen. Als Nijmegenaar nee zegt, dan blijft het een nee. En nu komt de Nijmegenaar voor zichzelf op. Nu is al die jaren geknecht te zijn. En nu is uitgelekt dat de Nijmegenaar eigen barsten van het geld. Is dat een punkband, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, nog maar een punkband. Ja. Vraag hoeveel de rest verdient. Zo, dan wil ik het toch even met je hebben over die punkrock kapitalisten van Anti-Lectual. Althans, als je de Telegraaf moet geloven. Nou ja, daar gaan we al de Telegraaf in geloven. Dat gaat er bij dus echt niet in. Maar ik moest er wel smakelijk om lachen. Gisteren kreeg ik een bericht toegestuurd van iemand. En de titel van het Telegraafbericht was... Onbekende Nijmeegse punkband blijkt internationale grootverdiener. En dan vraag ik mij echt oprecht af. Hebben ze nou echt bij de Telegraaf totaal niet in de gaten wat ze überhaupt zeggen? Of is het... eigenlijk gewoon een simpele clickbait. Want dat laatste vermoed ik eigenlijk nog veel meer. Afijn, was het originele nieuwsbericht? Ik heb ook even de NOS erbij gepakt. Die site is toch iets geloofwaardiger, naar mijn mening. Het komt er eigenlijk op het volgende neer. Ze hebben wederom weer bekendgemaakt hoe het zit met het Nederlandse exportproduct als het gaat omtrent muziek. Nou, dan hebben ze een hartstikke mooie lijst met de meest buitenlandse optredens. En dan staat op plek 5, staat daar Anti-Lectual met een zeer respectabel aantal van 88 shows in het buitenland. En even ter vergelijking, op plek nummer 1 staat Chesto met 121 shows in het buitenland. Sowieso wel grappig om te zien. Als je dan de top 10 lijst ziet, dan zie je alleen maar DJ staan. En dan staat er eens punkrock, DJ klassiek, DJ. Vind ik toch wel grappig om te zien. Enfin, ik vind het wel jammer als je dan ziet dat er 198 miljoen euro is opgehaald met muzikale exportproduct van Nederland. En als je dan leest in het krantenbericht of in het nieuwsbericht dat de mannen van Anti-Lectual er gewoon hun baan naast hebben omdat ze niet kunnen leven van die hobby, om het zo te zeggen, vind ik dat toch wel een beetje schrijnend, zou je het haast kunnen noemen. Het is een zeer toffe band die ook echt wel meer exposure verdient. Dus bij deze ook gewoon meteen daar, laten we zeggen, een klein beetje exposure voor, gewoon puur omdat het kan. Ik wil even graag met je teruggaan naar de tijd dat ik ze leerde kennen. En dat is, eerlijk gezegd, is al een hele tijd geleden. Start From Scratch was dat. En dit is daarvan. Some of my best friends are meat eaters. Hier is die gelukt, hier is de Koran. Niet verbrand. Ja. Dan gaan we ergens anders plukken. In Nijmegen hadden ze wel vlam. In Nijmegen, dan moet je zien, daar heb je niet van die sterke bevolking die ertussen werpt. En dan heb je geen korps zoals in Arnhem. Dat ze gaan sneeuw schuiven voor NEC.
Die zijn dat met die goede snufferts. Ja. En die zijn met die punkband geld aan het verdienen en in de achterzak aan het douwen. Ja. En elkaar schakken. Intellectual. Intellectual. En die staan allemaal groen links. En de Waalkade is helemaal groen.